hij ons iets gaat vertellen over het begrippelen van natte natuurgebieden. Interessant thema. Dus ik ben sowieso benieuwd naar de presentatie. En ik ben zeer benieuwd naar jullie vragen. We beginnen met de presentatie na een aantal algemene vragen. En daarna zullen we de vragen behandelen van de mensen die deelnemen aan het webinar. En we proberen zo rond de klok van 5 proberen we af te ronden. Ik zal vast wel iets vertellen over het volgende webinar. Mag ik de tweede slide, Fabian? De volgende webinar is op 10 maart. Donderdag 10 maart, ook wederom tussen 4 en 5. En we zullen het dan hebben over beekmondingen. Het ecologisch belang ervan en de maatregelen die daar uitgevoerd zijn. Die beekmondingen die zitten ja, natuurlijk op het grensvlak van het riviersysteem en het beeksysteem. En Martijn Antonissen zal dat verzorgen. En die is van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Hij staat al op de site van de STOA. Dus als je je alvast wil aanmelden, dan kan dat op de site van de STOA. En als het goed is, zullen we deze slide aan het eind van dit webinar ook nog even laten zien voor de laatkomers. Ja, dan mag de volgende slide, Fabian. Nou, we hebben een aantal algemene polvragen apart gezet om te kijken wie we aan boord hebben. En Fabian, je mag de eerste poll mag je invoegen. Je kunt naar beneden scrollen, want dan kun je hem ook versturen. En dan kijken we even wie er in huis is, vanuit welke organisatie je komt. En nou, dat is mooi verdeeld. Waterschappen en adviesbureaus zijn altijd redelijk goed vertegenwoordigd. Maar ik ben ook altijd blij met onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. En of alle overheidslagen zoals Rijk, provincie vertegenwoordigd zijn. En nou, dat is het geval. En een paar mensen hebben nog niet geantwoord. We hebben nu 83% participatie. Het geeft in ieder geval een goed beeld. Dank. Dan kunnen we naar de volgende poll. En die gaat over het soort functie wat je verricht bij de desbetreffende organisatie of overheid. Ik ben altijd benieuwd of dat er collega-bestuurders aan boord zijn. Dat is tot op heden nu niet het geval. Veel onderzoekers, beleidsmedewerkers, maar vooral veel adviseurs. Ja. Met dank. En de derde vraag die gaat over de redenen van deelname aan dit webinar. Die mag u ook proberen in te vullen. Nou, dat loopt vrij vol. Nou, het hoofddoel van u allen is vooral ook om kennis te verzamelen. Dus Camille, daar proberen we straks wat aan te doen. Dan hadden we nog een laatste vraag. En die mag nu voorgezet worden. Via welke lijn bent u op de hoogte gebracht van, of hebt u kennis genomen van de organisatie van dit webinar? Dan hebben wij een beetje een globaal inzicht in welke media er benut worden voor deelname aan onze webinars. Nou, leuk dat de mond-op-mond reclame ook flink gebruikt wordt. Oké, dank u wel. Dan hebben we de algemene polls gehad. Waarvoor dank. En gaan we nu over naar de hoofdschotel. En Camille, je mag jezelf even voorstellen. En dan gaan we beginnen met jouw presentatie. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die kwijt in de chat. En u kunt ze ook waarderen. Als u er goede vragen bij ziet zitten, dan mag u die ook liken. En dan zullen we aan het eind van de presentatie zullen we de meest gestelde vragen in ieder geval proberen te behandelen.
En dan gaan we daarna over tot de overige vragen. Oké, Camille, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Goeiedag allemaal. Ik ben Camille Achenborg. Ik werk als hydro-ecoloog bij KWF. En hou me al heel lang bezig met beekdalen. Altijd ook een grote fascinatie gehad voor kwelfenomenen in beekdalen. En daar heb ik ook afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan. Aan de hydrologische aspecten en ook aan de chemische invloeden van kwel. En ook hoe dat doorwerkt op de vegetatie van ecosystemen. In de aanloop hiervan, toen heeft Corien Geuje van Natuurmonumenten mij gevraagd of ik wat zou kunnen vertellen over kwel in beekdalen en vooral over of begreppelen in beekdalen helpt voor herstel van beekdalen. En mijn presentatie zal daarom gaan over zowel kwel in beekdalen als wat doet begreppelen daar dan in. Er is altijd een begreppelen in beekdalen en ook in kwelgebieden is eigenlijk al een vraag die heel lang speelt bij beheerders. Het wordt ook wel gedaan, maar er is ook vaak de vraag van, werkt dat nou wel? Ik zal eerst ingaan op wat aantal aspecten van kwel. In eerste plaats is, waarom is kwel belangrijk in beekdalen? Het is belangrijk omdat de toevoer van grondwater een belangrijke post op de waterbalans in beekdalen is. En het zorgt daarbij voor hoge waterstanden, het voert allerlei stoffen aan. Het is heel belangrijk voor een buffering van een hoge zuurgraad, waaraan allerlei bazeminnende ecosystemen aan gekoppeld zijn. Het reguleert ook de nutriëntenrijkdom. Het kan voor voedselarme omstandigheden zorgen, maar ook voor voedselrijkere omstandigheden. Het is belangrijk voor microklimaat. En zoals gezegd, het levert bijzondere natuurtypen op. En ook bijzondere systeemtypen. De beekdalen zijn ook heel belangrijk voor grondwatergevoede venen. Maar helaas is kwel in de beekdalen vaak verdwenen. Of het grondwater stroomt alleen uit in ontwateringsmiddelen. En niet meer in het terrestrische ecosystemen waar het zijn mooie werk kan doen. In het hele gebeuren van herstel van natuurgebieden en gebiedsprocessen speelt herstel van kwel een belangrijke rol. Wat ik zie voorbij komen aan ontwikkeling in gebieden, spelen heel veel discussies zich af over hoe kan kwel hersteld worden, hoeveel moet het hersteld worden. En dat is juist heel lastig, dat soort vragen, want in eerste plaats is kwel heel moeilijk te meten, zeker in terrestrische ecosystemen. En het is ook moeilijk om het te modelleren. Het wordt heel veel met hydrologische grondwatermodellen wordt er aan gerekend, maar er zitten allerlei haken en ogen aan. En als je in beekdalen kijkt, is er hele grote variatie in fluxen en dynamiek en ruimte. En er spelen ook vragen van hoe groot moeten fluxen nou zijn om onze bijzondere ecosystemen in beekdalen te herstellen? En welke maatregelen helpen dan goed? En welke maatregelen helpen juist niet? En daarbij speelt ook nog bij herstel van beekdalgebieden een dilemma van herstel van kwel en vervuild grondwater. Dus hoe meer kwel je herstelt, ook hoe meer vervuiling je het gebied binnenhaalt. Ik zal in mijn presentatie ingaan van wat is nou kwel? Welke voorwaarden zijn er voor kwel in beekdalen? Hoe zit het met kwelflux en patronen in beekdalen? Hoe is kwel gerelateerd aan bazenrijkdom en nutriënten? En ook tot slot van hoe kijkt begreppelen in op kwel? En ik zal besluiten met conclusies over herstel van kwel en de rol van begreppelen daarin.
Nou, wat is kwel? Nou, er is al een hele oude definitie van de commissie, van de commissie van TNO. En die hebben ooit bedacht zo'n, kwel is het uittreden van grondwater. En daarbij geven ze ook nog een verbijzondering. Het is kwel of uittreden van grondwater door onder invloed van grotere stijghoogte buiten het beschouwde gebied. En er wordt ook nog gemeld van het kan optreden in sloten en drains en ook door verdamping met capillaire opstijging de bodem verlaten. Nou, ik heb er al in rood ook maaiveld aan toegevoegd, want als je het over kwelafhankelijke natuur hebt, dan wil je die kwel juist ook in het maaiveld hebben, dat het grondwater echt de bodem uitkomt. In aanvulling op deze definitie heb ik wil ik aangeven van wat is nou ecologisch relevant te kwel. En voor ecosystemen in terrestrische standplaatsen is het belangrijk dat het grondwater de wortelzone bereikt en daar zijn werk doet. En daarnaast dat afvoer van het uitgetreden grondwater aan maaiveld optreedt door uitstroom of door verdamping. Nou, een plaatje hiernaast geeft in een landschap, kan een dijkdal zijn, waar grondwater uittreedt. En de plekken waar een groene cirkel staat, dat zijn de plekken waar het in dijkdal natuur om gaat. Kwel die in percelen in het maaiveld uittreedt. Nou, voorwaarden voor kwel. Er zijn drie belangrijke voorwaarden. Dus ofwel de stijghoogte is hoger dan de phreatische grondwaterstand, waardoor een opwaartse stroming kan optreden en het grondwater het bodemoppervlak bereikt en dan oppervlakkig kan afstromen of wordt afgevoerd door verdamping. Maar er is ook nog een andere situatie die van ecologisch belang is, waar een kwel kan optreden. En dat zijn plekken in het landschap waar het phreatisch grondwater wordt aangesneden, zonder dat er per se een hogere stijghoogte dan de phreatische stand nodig hebben is. Nou, op die plekken treedt ook kwel op. Dat worden ook al kwelhellingen genoemd. En die zijn dus ook van hoge ecologische relevantie. En die heb je bijvoorbeeld veel in Oost-Nederland, dat soort situaties. Daarnaast treedt kwel vooral op als phreatiestanden langdurig aan of net iets boven maaiveld staan. Je hebt echt natte condities nodig om significante hoeveelheden kwel te hebben. En dat vergt uiteraard niet of weinig interne ontwatering, weinig ontwatering in de omgeving, geen of weinig invloed van grondwateronttrekkingen. En wat ook belangrijk is, geen hoge drempels in natuurgebieden. Want als je hoge drempels hebt, dan krijg je stagnatie van water en dat kan ook kwel belemmeren. In vlakke gebieden kan het complexer liggen. Wat daarbij ook belangrijk is, is dat kwel over maaiveld kan afstromen, zodat de chemie van het uitgetreden grondwater ook op plekken buiten kwelzones zijn werk kan doen. Nou, waar treedt kwel nou op in het beekdallandschap? Dat kunnen allerlei plekken zijn die heel erg kunnen verschillen. Dit is een plaatje van een natuurlijke situatie, van een grote veen in een beek of rivierdal. Dat hadden we vroeger ook in Nederland. En dan zie je dat aan de randen hoge kwelfluxen optreden. Daar kan dan een kwelveen zitten. En dat gaat dan over in een doorstroomveen met lagere kwelfluxen en plaatselijk ook infiltratie en uiteindelijk in overstromingsvenen. En in zo'n systeem wordt heel veel van het instromende grondwater wordt over maaiveld of in de bodemtoplaag afgevoerd. In Nederlandse beekdalen kun je ook situaties hebben die daarop op lijken. Dit is een situatie in de Drentse A in de middenloop die vernat is. En wat je daar ziet is eigenlijk ook weer het patroon van kwelflux
uit zo'n natuurlijk systeem, zeg maar aan de dalflank, heb je hoge kwelfluxen, terwijl dichter bij de beek de kwelfluxen veel lager zijn. Dus dat geeft ook aan dat je grote variatie in kwelfluxen binnen een gebied kan hebben. Kwel kan ook op hele kleine schaal optreden, bijvoorbeeld in geïsoleerde laagtes, waarbij aan één zijde waar de variatiestand wat opbolt, je aan de rand van zo'n laagte toestroming van grondwater kan hebben. En daar zitten dan juist bijvoorbeeld kalkmoerassen of blauwgraslanden. En dan aan de andere zijde van zo'n laagte kan het water weer infiltreren. En in zulke systemen is de toevoer van grondwater ook belangrijk, maar dat vindt dan vaak periodiek plaats. En in de zomer slaat het systeem om naar wegzijging. Nou, kwelfluxen kunnen ook heel dynamisch zijn. Dit zijn resultaten van inverse modellering uit gemeten waterstanden en stijghoogte. En met een SWOT-model is berekend welke kwelfluxen optraden om waterstanden en stijghoogte te kunnen verklaren. En dan zie je dat die kwelflux heel erg op en neer gaat. Maar dit is een plek in Punthuizen, dat is een geïsoleerde laagte, waar dan periodiek sterke kwel optreedt aan de rand van zo'n laagte. En je ziet ook dat er periodes zijn met wegzijging. En wat belangrijk is in dit systeem is dat die periode van kwel enkele maanden duren, dat er ook vrij veel kwel optreedt, waardoor het grondwater ook helemaal de wortelzone kan indringen. Dat geeft dat onderste plaatje weer, dat vlak onder de bodem het aandeel grondwater 100% wordt tijdens kwelperiodes. Wat ook zichtbaar is, is dat meteorologische variatie van invloed is op die kwelfluxen. Nou, wat kunnen we dan concluderen? Het gaat om ecologisch vereiste kwel. Dus kwel die optreedt in percelen, in maaiveld. In beekdalen is een breed spectrum van kwelsystemen aanwezig. Binnen gebieden heb je grote ruimtelijke variatie in kwelfluxen. En ook de range die je aantreft van kwelfluxen is groot. Dat kan van enkele tienden tot tientallen millimeters per dag variëren. Kwelfluxen kunnen ook in de tijd heel dynamisch zijn. En die dynamiek kan ook per plek sterk verschillen. En daardoor is het ook lastig om de bepaalde kwelfluxen te koppelen aan systeemtypen. Dat kan eigenlijk niet goed. En als je dus met kwel aan de slag gaat, moet je ook echt naar de gebiedsspecifieke context kijken. En echt kijken hoe het daar in elkaar zit. Nou, kwel en bazenrijkdom. De reden dat we kwel willen hebben en herstellen is dat we ook bazenbindende ecosystemen in beekdalen in de been willen houden. En ik zal twee voorbeelden laten zien uit Twente, waarin gemeten is aan kwelfluxen en ook aan stofbalansen van calcium. Verschillen in kwel doorwerken in de bazenhuishouding van de bodem. Nou, het gaat om Stroothuizen, dat is een gebied met periodieke kwel uit een grondwatersysteem, klein grondwatersysteem. En de Lemse Maten is een gebied ook met een niet al te groot grondwatersysteem, waar kwel langduriger optreedt. Nou, allereerst Stroothuizen, dat is in het verleden vernat en ook op plekken geplacht. Er treedt periodiek een opwaartse flux op, in de orde grootte van enkele millimeters, maar netto is de flux daar naar beneden toe. En de oorzaak daarvan is ontwatering in de omgeving. Nou, kijken we naar de zuurgraad en de bazenrijkdom van de bodem, dat geeft die eerste grafiek aan, waarbij op de x-as een maat voor de bazenverzadiging van de bodem staat, dus hoeveel calcium gebonden is aan de organische stof. En dan zie je dat in het begin
vlak na plaggen de basenrijkdom en de pH hoog is. Die schiet even, beide gaan even omhoog, maar daarna zet voor beide een daling in en dan eindigt die plek als een zeg maar, verzuurde bodem en vegetatie. Het rechterplaatje geeft hetzelfde weer, maar dan in termen van voorraden. En op de x-as staat de voorraad organische stof. En je ziet dat die uiteindelijk toeneemt in de loop van de tijd. En op de y-as staat de voorraad basische kationen, dat is vooral calcium. En wat je in dit plaatje kan zien, is dat grosso modo de voorraad aan basische kationen niet veel verandert, maar wel de voorraad organische stof. En door die verandering neemt de basenverzadiging van de bodem af. En op deze plek neemt die basenverzadiging af, omdat de toename van organisch stof en de toename van het kationenadsorptiecomplex veel groter is dan de hoeveelheid calcium die door grondwater wordt aangevoerd. Dus zeg maar, de grondwatertoevoer kan de organisch stofontwikkeling van de bodem niet bijhouden en daardoor verzuurt deze plek. En wat je ook nog ziet is dat in de laatste 10 jaar ook nog uitloging van basische kationen heeft plaatsgevonden. Nou, hoe komt dit? In dit gebied treedt periodiek kwel op, maar er zijn ook langere periodes dat flinke wegzijging optreedt. En als er kwel optreedt, dan is dat zwakke kwel, een zwakke opwaartse grondwaterflux en vaak ook niet al te lang als het om hogere fluxen gaat. En daardoor zijn periodes dat zeg maar het aandeel grondwater in de bodemtoplaag 100% is, die zijn maar heel kort en sporadisch. Dus in deze situatie bereikt het grondwater nauwelijks de bodemtoplaag. En dat is de reden dat deze plek verzuurd is. Kijken we naar Lemps naar Maten, dan zien we een heel ander beeld. In dit gebied is mijn inschatting dat er enkele millimeters kwel optreedt. Dat hebben we niet berekend. Maar visueel kun je zien dat in het voorjaar en in de winter veel grondwater over maaiveld wegstroomt. Wat we hier zien is dat plekken op de Beekdalhelling langdurig basenrijk blijven. Dus met een hogere basenverzadiging, weer te zien in het linkerplaatje. En dat alleen in de afgelopen 10 jaar er een verlaging van de basenverzadiging is opgetreden. Kijken we naar voorraden van organisch stof en basische kationen, dan zien we dat gedurende ongeveer 20 jaar de voorraad organisch stof is toegenomen, want het gaat om geplagde plekken. En dat de voorraad basische kationen ook sterk is toegenomen, waardoor de basenverzadiging steeds op zijn maximum is blijven zitten. Alleen in de laatste 10 jaar heeft er flinke uitloging van bazen plaatsgevonden, waardoor de basenverzadiging wel is gezakt. Dus in dit gebied is er wel wat aan de hand en daar kom ik zo op terug. Als we dit soort patronen wat verder samenvatten en kijken van nou, als je die plekken waar ik dan gemeten heb, zou gaan rekenen, wat heb je nou nodig aan kwelflux om een hoge basenrijkdom in stand te houden en wat is de actuele kwelflux, hoe ziet het plaatje er dan uit? En de staafdiagrammen in dit plaatje geven de vereiste kwelflux en die is berekend uit de behoefte van ecosystemen die er zijn om basenrijk te blijven. Wat nodig is aan kwelflux is in eerste plaats om de toename van organisch stof bij te houden. Dat moet volledig bezet worden met calcium en daarvoor heb je toevoer van calcium nodig. Deel van die plekken is ook verzuurd, dus je hebt ook wat aanvulling van je basenvoorraad, basenverzadiging nodig. Je moet ook zuurdepositie compenseren en je moet ook nog wat compenseren voor afvoer van bazen door maaibeheer.
En wat je in dit plaatje ziet, is dat de toename van organisch stof het grootste aandeel heeft in de kwelbehoeften van die plekken. En dat verder dat die plekken verschillen in de mate waarin ze kwel nodig hebben. En als je dan zeg maar, de berekende vereiste kwel vergelijkt met de werkelijke kwel die daar optreedt, en dat hebben we voor 4 plekken berekend met inverse modellering uit waterstanden, dan zie je dat de plekken die met S, dat er een netto neerwaartse flux is. Dus dat de periodes met opwaartse flux niet goed opwegen tegen wegstijging. En op de plekken met P, de actuele kwelflux veel groter is dan de behoefte aan kwel. En dat weerspiegelt zich ook in de vegetatieontwikkeling. Want die rood gekleurde plekken, dat zijn de plekken waar de vegetatie is verzuurd. Waar ontwikkeling heeft plaatsgevonden naar zure vegetatietypen. Terwijl de 2 groene plekken, waar de kwel voldoende is, daar heeft zich blauwgrasland al 30 jaar kunnen handhaven. En ja, zo'n plaatje geeft dus ook zicht in van dat je vereiste kwelfluxen, dat je daar een slag kan naslaan door te kijken naar stofbalansen in de bodem. Nou, kwel is niet alleen belangrijk voor bazenrijkdom, het heeft ook invloed op de nutriëntenhuishouding. Daar wil ik niet al te diep op ingaan. Maar wel op veel wijze is dat de aanvoer van grondwater ook kan zorgen voor aanvoer van grote hoeveelheden nutriënten. Nou, dit plaatje komt voort uit een exercitie waar gekeken is naar de range van kwelfluxen en de kwaliteit van het toestromende grondwater in beekdalen. En dit is dan een stikstofbalans voor een ecosysteem in een kwelzone. En dan zie je dat de toevoer van grondwater kan variëren van bijna niks naar enorm veel stikstoftoevoer. En als je nitraatrijk grondwater hebt met hogere kwelfluxen, dan stroomt er honderden kilograms stikstof toe. En dat betekent dat je in beekdalen dus ook een groot ondergronds stikstofprobleem kan hebben in kwelafhankelijke ecosystemen. En die toevoer die kan ook de atmosferische depositie vergaand overschrijden. En zo'n plaatje kun je ook maken voor sulfaat. Dan schrik je ook van de hoeveelheden sulfaat die met grondwater kunnen toestromen. Dus dat betekent dat in de huidige setting van het landgebruik, waarbij veel vervuiling van grondwater in de intrekgebieden optreedt, we in kwelgebieden dus ook met een probleem zitten met de toevoer van stikstof en sulfaat. En die toevoer van sulfaat, dat brengt ons nog op een ander aspect van kwel en bazenrijkdom. In het voorgaande heb ik het steeds gehad over de bazenrijkdom en de bazenvoorraad in de bodem. En dat geeft dan buffercapaciteit tegen verzuring. Maar in bodems heb je ook verzuringscapaciteit. En verzuringscapaciteit in bodems die kan sterk worden opgebouwd door de reductie van sulfaat. Wat wordt toegevoerd door grondwater of uit de lucht. En dat worden dan sulfides gevormd onder zuurstofloze omstandigheden. Maar als je een droge zomer krijgt en die sulfides gaan oxideren, komt er heel veel zuur vrij. Er wordt in feite zwavelzuur gevormd in de bodem. En dat kan dus ook leiden tot sterke verzuring van de bodem en ook tot sterke uitloging van calcium uit de bodem. En dit is juist precies bijvoorbeeld wat afgelopen jaren is gebeurd met de droge zomers die we gehad. Waarbij de waterstand in de zomer zo ver uitzakte dat ijzersulfides droog kwamen te liggen en gingen oxideren. En het plaatje rechts geeft een situatie weer in een droge zomer in Stroothuizen waar de vegetatie compleet is afgestorven door zuurvorming. Dus dat betekent ook dat de
het toestromen van sulfaatrijk grondwater een zuurbom in de bodem kan opbouwen. Nou, wat kunnen we concluderen over kwel in relatie tot stofhuishouding in bodem? Allereerst, behoud van basisrijkdom in kwelzones in beekdalen is meer dan alleen het hebben van geen nette wegzijging. In het verleden werd wel gedacht, zo van, nou, als we die waterbalans in de bodem neutraal houden, dan komt het ook goed. Maar dat is niet zo. Dan komt het juist vaak niet goed. En wat we eigenlijk zien in beekdalen is dat er netto aanvoer van grondwater nodig is. Dus een netto opwaartse flux nodig is. En dat de stofbalans van de bodem daarbij cruciaal is. En wat ook blijkt is dat bazenhuishouding is niet alleen afhankelijk van kwelflux, maar ook afhankelijk van de bodemontwikkeling. En wat we uit het onderzoek halen, wat we afgelopen tijd hebben uitgevoerd, is dat als je gaat nadenken van wat zou nou een vereiste kwelflux zijn, dat je toch snel moet gaan denken aan enkele millimeters per dag. En dat de exacte vereisten dan ook nog locatiespecifiek zijn. En tot slot, wat ook belangrijk is, stofbelasting van kwel, of stofbelasting met stikstof en zwavel door kwel, en ook opbouw van verzuringscapaciteit. Dan kom ik bij begreppelen. Allereerst, waarom zou je begreppelen? In veel gevallen is dat omdat men daarmee probeert meer regenwater af te voeren, zodat de neerslaglens in de bodem dunner wordt of afwezig is, en dat leidt tot een hogere basisrijkdom van de bodemtoplaag. En het plaatje rechts geeft een situatie in, boven een situatie waarin een dikke neerslaglens is ontstaan bovenop het basisrijke grondwater. En het plaatje onder geeft dan een situatie weer waarbij het middendeel van het perceel licht begreppeld is. En dat zou zorgen voor het aantrekken van bazenrijk grondwater, waardoor je tussen de twee sloten en het centrale deel bazenrijk zou kunnen blijven. In de afgelopen decennia zijn diverse gebieden is begreppeld. Het was ook een van de effectgerichte maatregelen tegen verzuring, die bedacht zijn in de periode dat we heel veel zuurdepositie hadden en heel veel beekdal natuur ook verzuurd was. Maar als je dan nu gaat terugkijken, zo van wat is daar nou van gelukt? En dan als je dan kijkt naar evaluaties van monitoring, dan kan ik eigenlijk alleen maar vaststellen, ik zie geen successen van begreppeling voor herstel van basisrijkdom in beekdalen. En het enige wat we eigenlijk hebben zijn gedocumenteerde mislukkingen. Dus de vraag is, is deze maatregel wel evidence-based? En er zitten ook risico's en nadelen aan begreppelen. Heel groot risico is dat begreppelen zorgt dat de kwel alleen in de greppels komt. Het kan ook zorgen voor verdroging, want het is immers ook ontwatering. Wat het ook kan tegengaan is afstroming van uitgetreden grondwater over maaiveld. En het is juist belangrijk dat grondwater wat in kwelzones uittreedt, ook elders in het natuurgebied over maaiveld kan afstromen. En daar ook bijvoorbeeld zorgt voor zuurgraadbuffering. En een ander risico is meer wanneer praktisch, is dat in de praktijk vaak greppels door onderhoud te diep worden. En dan zwaar gaan ontwateren. Dus de vraag is, kan begreppelen wel goed gaan werken in beekdalen? Nou, een voorbeeld van een mislukking is Korenburger Veen. Er zit een schaallandje, zit er nog steeds met blauwgrasland. In het kader van effectgerichte maatregelen is dat in de jaren 90 begreppeld en geplacht.
En dat is ook langere tijd gemonitord. En wat er uitkwam is dat de zuurgraad ietsje steeg, maar nog steeds in het lage bereik bleef zitten. Dus condities die bleven zuur. En dat geldt ook voor de basenverzadiging. De blauwe lijn die bleef steken op 50% en die neemt niet toe. En de vegetatieontwikkeling liet zien dat er een snelle ontwikkeling was naar zure vegetatie met veel veenmossen. Dus zeg maar, begreppelen hielp hier niet voor herstel en instandhouding van bazeminnend blauwgrasland. Dus betekent dat hier begreppelen gewoon simpelweg niet goed gewerkt heeft. En zo zijn er nog meer voorbeelden te geven. Ik heb ook eens gekeken van wat is hier nou nog verder aan onderzocht. En ik kwam een modelstudie tegen van situaties in het die meer passen bij het veenweidegebied, maar die zou je op kunnen plaatsen in beekdalen. En met een grondwatermodel zijn verschillende situaties met begreppeling doorgerekend. Hier laat ik de resultaten zien van greppels met een waterpeil met 30 centimeter onder maaiveld. En er zijn er nog een aantal varianten. Er is een variant met 5 mm en eentje met 10 mm opwaartse stroming. En dat is dan de grondwaterstroming die van onderaf het systeem inkomt. Daarnaast zijn er nog, zeg maar, op de horizontale as nog 3 varianten voor de deklaag. Zeg maar, geen slecht doorlatende deklaag, 1 meter slecht doorlatende deklaag en 2 meter. Nou, die combinatie van kwelflux, van opwaartse flux onderin en die dikte van die deklaag, die is bepalend of er wel of geen bazenrijk grondwater in de wortelzone omhoog kan komen. En wat je ziet is, hoe meer kwel er is, hoe beter het water het maaiveld of grondwater het maaiveld kan bereiken. Maar wat je ook ziet is dat de enige weerstand in de toplaag belangrijk is om dan bazenrijke water in de wortelzone te krijgen. En die deklaag die zorgt er eigenlijk voor dat die opwaartse stroming een gelijkmatige druk geeft onder die deklaag, waardoor het ook in het centrum tussen die twee greppels omhoog kan komen. Wat uit deze modelexercitie blijkt, is dat begreppelen zou kunnen werken. Maar wat wel zo is, deze scenario's zijn wel doorgerekend met hoge opwaartse grondwaterfluxen. Als je 5 en 10 mm kwel in een beekdal hebt, dan hoef je volgens mij niet meer te begreppelen om het bazenrijk grondwater in het maaiveld te krijgen. En wat ook belangrijk is dat je ook, het kan alleen werken in gebieden waar de toplaag enigszins slechter doorlatend is. En een goed doorlatende zandbak is zeer de vraag of dit zo gaat werken. Camille, mag ik even één vraagje tussendoor stellen? Ja. Hoeveel slides heb je nog? Ik ben bijna klaar. Oké, dan. Ja. Au revoir, d'honneur. Ja, met mijn laatste sheet. Ja. Conclusies. Hoe kun je nou kwel herstellen? Zoals aangegeven is elk gebied weer anders en heeft zijn specifieke zaken. Dus het is nodig om maatregelen te onderbouwen met een goede systeemanalyse en ook een kwantificering van je, van de hydrologische situatie. Verder is maatregelen voor herstel van kwel en ook uiteraard vernatting, want het verdwijnen van kwel komt ook vaak door verdroging, is allereerst het verwijderen van interne ontwatering en ook het verwijderen van drempels in je gebied. Daarnaast is het belangrijk om ontwatering in de omgeving te verminderen en eventuele grondwateronttrekkingen. Verder is het zo dat het belangrijk is in de planvorming, ook juist voor de lange termijn, om vervuiling van grondwater te verminderen. Want
heeft weinig zin om zeg maar, de toestroming van grondwater te versterken als dat grondwater sterk vervuild is. En een ander punt wat veel speelt in sterk vernatte beekdalen is dat je ook goed moet oppassen voor toevoer van eutroof oppervlaktewater. Naarmate een beekdal, als een beekdal kletsnat wordt, zal zeg maar, het oppervlaktewater over maaiveld moeten afstromen. En daardoor kan ook eutroofwater van buitenaf het beekdal gaan instromen. En een belangrijke is de volgorde van maatregelen. Nou ja, hoe zit het dan met begreppelen? Nou, in de meeste gevallen moet je gewoon simpelweg niet begreppelen. En is begreppelen hooguit een noodgreep in speciale situaties. En zo'n speciale situatie kan onder andere zijn het tegengaan van interne eutrofiëring met fosfaat. Maar dat zijn bijzondere situaties. En als je dan begreppelt, is dat vaak ook een belemmering voor verder systeemherstel van zulke gebieden. Bijvoorbeeld, je kan niet naar hele natte natuurtypen toe, omdat er begreppeling in zit. En verder is het zo dat, dat je het alleen moet toepassen als er voldoende opwaartse toestroming is van grondwater. Beekdalen met een zwakke toestroming of waar dat verdwenen is, is begreppelen zinloos. Als je het doet, moet je het ook kwantitatief onderbouwen. Je moet het niet met een natte vinger doen en je moet ook met monitoring je ontwateringsdiepte fine-tunen, zodat je goed de vinger aan de pols hebt. Nou, dit is mijn presentatie en dan ja, kunnen we nog naar een poll en de discussie. Bedankt voor het luisteren. Misschien is het goed, Camille, dat we eerst jouw poll doen. En dat we dan even kijken naar de vragen. Ja. Oké. Fabian heeft hem al voorgezet. Ja, heeft u maatregelen voor herstel van kwel uitgevoerd of gepland? Het zij hè, inrichtingstechnisch of adviseurtechnisch. Nou, het merendeel. Camille, heeft. Nou, dat is. Wat mooi. Is met dat bijltje gehakt? Dat flikt werkt. Ja. Je had er nog één? Ja, er is er nog één. Ja. Monitort u ook de grondwaterstand naar uitvoering van de maatregelen? Is dat zowel kwalitatief als kwantitatief of vooral kwantitatief? Ja, kwantitatief, maar je kan natuurlijk ook breder kijken en kijken naar waterkwaliteit. Of kwel gaan meten. Oké. Nou, dat is in het merendeel van de gevallen het geval. Dat is ook mooi. Had je er nog één? Nee. Oké, misschien even een korte reflectie van jouw kant op je eigen pols. Nou ja, wat ik zie dus dat er nou, veel in de praktijk gewerkt wordt aan herstel van kwel. Dus dat blijft ook een belangrijk aspect is in het herstel, in de uitvoeringspraktijk in beekdalen. Nou, ik ben ook blij verrast dat de helft ongeveer van de deelnemers ook bezig is met monitoring van de effecten van maatregelen. Ja. Dat vind ik zelf heel belangrijk, dat naar beheerders of beleidmakers gewoon ook goed kijken of wat allemaal gepland en uitgevoerd is, daadwerkelijk werkt. Ja. En daar kun je ook goed van leren. Oké, u kunt de vragen in de chat kwijt als u vragen hebt met betrekking tot het begreppelen van natte natuurgebieden. Wat mij opviel uit jouw presentatie is dat verzuring. Hè, we dachten ooit dat we dat probleem bijna opgelost hadden, maar dat de verzuring nog steeds
En nog even los van de verzuring die samenhangt met de verdroging, maar dat de verzuring zelf ook nog steeds een probleem is in dit soort gebieden. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het is wel zo dat de zuurdepositie heel sterk is afgenomen. Omdat we vanaf de jaren 90 in Nederland heel effectief de zwaveldepositie omlaag hebben gebracht. Maar dat betekent niet dat er daarmee een eind gekomen is aan de verzuring van Beekdalen. Allereerst treedt nog verzuring op omdat veel situaties verdroogd zijn en kwelfluxen te laag zijn geworden. Daarnaast zitten we met een erfenis in de bodem. Beekdalbodems hebben vaak sulfides geaccumuleerd. Ook uit die zwaveldepositiepiek, want natte gebieden die vangen heel effectief zwavel in, maar het reduceert in de bodem. En beekdalen die bouwen ook sulfides op door de toevoer van sulfaatrijke grondwater. En daarmee hebben we in onze beekdalen nu ook een grote zuurbom die dan afgaat in droge zomers. En dat betekent ook dat dit probleem nog blijft spelen in de toekomst en mogelijk ook erger kan komen als de frequentie van droogteperiodes gaat toenemen. Ja. Oké, ik kijk even naar Bart of er al interessante vragen binnen zijn gekomen via de chat.